Jawel, nieuwe videocast. We zijn weer in Pakkenhuis Zwijgen. Ik ben Yassi en Lali. Meestal meeste ik ben met Emin Kessesi. De met dromen. En uh, vandaag gaat het ook een beetje over dromen, volgens mij, toch? Exact, exact. En we hebben een bijzondere gast. De kijkers die nu kijken, denken van wat hebben deze drie uh, mannen gemeen? We zijn al drie acteurs onderwijs. Docenten zijn ook acteurs. Ja. En we hebben ja, niemand minder dan uh, Al Tjoklu van Goeie Tijden, Slechte Tijden. Welkom. Een mooie man. mens. En <laughs> um, even kijken. Ja, ik, ik, ik ken hem van Goeie Tijden, Slechte Tijden. Mijn studenten kennen uh, hem van Goeie Tijden, Slechte Tijden. Maar <laughs> waar ik niet van was af is dat hij ook nog onlangs een filmmaker is geworden ook. Alkan, welkom. Ja, dankjewel. Ja. Thanks. Vertel eens even wat over jezelf, wie je bent, wat je doet. Uh, ja, ik ben uh, Alkan Chukle en uh, 25 jaar. Ik ben geboren in Amsterdam. Uh, ja, nooit weg geweest eigenlijk. En um, ik heb op de toneelschool gezeten in Amsterdam. En daarna heb ik eigenlijk verschillende producties uh, gedaan, meestal wel film, tv. En, maar theater vind ik ook fantastisch, nog steeds, of course. Maar uh, momenteel film en tv veel. Ja. Ja. Um, ik, had, uh, ik had je moeder gesproken. Ja. En uh, je moeder had uh, gezegd: zo van, nou, Wist je dat, Emin? Dat uh, Alkan eigenlijk al van kleins af aan uh, acteur wil worden. <tie> Hebben wij misschien die foto van uh, de Instagram van Alkan? Nee? Oh, oh oké. Okay. Nou, ja, dit is Alkan een Goede tijd van. <tie> <tie> nou, 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 daar, Wat stond eigenlijk daarin? Ja, nee, dat was, uh, maar dat was ook voor mij een, uh, een verrassing hoor. Want mijn uh, een beste vriend van vroeger. Nu ook nog steeds een goede vriend hoor. Maar die had een uh, foto gemaakt van uh, dat je in elkaars agenda kon je dan um, opschrijven van wat wil je laten worden. Ja, ik dacht in mijn hoofd dat ik vijf was, maar blijkbaar was ik toch wel elf jaar. En uh, op mijn elfjarige leeftijd heb ik dus geschreven in ieders agenda van wat wil je worden? Een filmster. En ik weet nog dat heel veel mensen uh, gingen lachen van oké okay, maar wat wil, je, wat wil je doen weet je wel. En dat ik in de val trapte van filmster, oh ja. Ja, wat wil je doen? Ja, eigenlijk Filmster. Maar volgens mij moet ik nog architect of zo erbij schrijven. Dus had ik alsnog dan architect erbij geschreven. Zo van: Oh, dit hoort. Weet je wel, dit moet je schrijven. Want Filmster, oké, okay, leuk. Maar, maar het was wel echt wat ik wilde worden. En je e-mailadres was ook uh, Marsmannetje of zo. Je ja, wist toen eigenlijk is... al dat vrouwen uit uh, Venus een man uit Mars gaan, <laughs> <kamen>, of niet? <laughs> Ombuis, Maar uh, nee, dat is ook wel een grappig verhaal. Want mijn moeder, die. Um, ik heb ooit één spreekbeurt gemaakt op de, op de basisschool. En uh, ja, ik, en, en, en ik had het over het heelal, weet je wel. En uh, mijn moeder vond het tof, van, oh hij vindt het iets leuks, hier moeten we wat mee doen. En hij heeft nog geen e-mailadres, dus mijn moeder had gewoon voor mij een e-mailadres aangemaakt. Dus Mars Manager, outside your komt. En ik heb hem gewoon gehad tot mijn zestiende of zo en... Ja, dat ga je solliciteren bij de Albertijn als vakkenvuller met Marsmanager. Toen dacht ik wel, oh nee, dat, dat kan echt niet. Je moest hem gewoon houden man. Ja. Eerlijk achteraf. Ja, maar, maar hoe, hoe reageert je moeder dan op? Stel, was jou heel vroeg dat je tegen je moeder zei of tegen je ouders van hé, hey, ik wil gewoon gaan acteren. Um, ja, mijn moeder was vrij, vrij snel van um, dat ze vond van heel tof. Uh, dit, dit ga ik sowieso supporten. Maar mijn moeder was ook wel altijd van je moet je wel blijven ontwikkelen. En hm. ook in verschillende. Weet je, als je acteur wil worden, moet je ook gewoon wiskunde studeren. En, um, of moet je ook gewoon filosofie? Uh, moet je ja, iets over het gebouw weten? Iets, ja, en dat, dat, dat vind ik wel terecht. Dus zij was wel altijd oké, okay, kijk nog wat je daarnaast wil gaan doen. Maar ze had, heeft me altijd gesupport. Had je wel motivatie dan voor school naast dat je zeg maar, acteur wilde worden? Had je echt, of was ja. het echt zo van. Ik wil sowieso. Dit, dit is gewoon een middel om tot te uh, nul. Nee, ik had. Ik, uh, dus, zoals mijn moeder ook altijd zei, van doe ook heel veel andere dingen of leer van andere dingen. En dat hielp me wel in mijn acteurschap. Dus um, stel je voor, ik speel nu bijvoorbeeld arts in goede tijden, slechte tijden. En uh, ja, dan vind ik het ook wel leuk om dingen op te zoeken. Van um, stel je voor, er gebeurt iets, wat, wat ga ik dan doen? En ik ben helemaal geen arts hoor, maar de begindingen, dan leer ik wel heel veel over uh, arts zijn. Ja. En uh, wow. ja. Zoals Joey van Friends, toch? Die ja. was toch ook ja. uh, arts uh, in de serie. Toen ja. een heel andere persoon was. Maar goed. Ja, ja nee, toch Ik heb heel veel vragen gekregen trouwens, toen ik uh, het op Instagram had gezet dat uh, wij jou als gast hadden. <laughs> um, ik heb volgens mij meer dan 40, 40 dames die hadden gezegd zo van wauw echt gaat hij komen is hij live nee het is gewoon videocast ja, ja, ja. we kunnen we misschien ooit een keer live uitnodigen ja, um, maar um... kwamen ze nu binnen waarschijnlijk als je zijn nee wat wat ook heel veel vragen waren is van um, er zijn heel veel uh, Nederlanders met een migratieachtergrond... die willen heel graag het theater in of filmindustrie in en ze zij zeggen van het is ons niet gelukt. Hoe is het jou wel gelukt? Um, de, de mensen die jou een berichtje hebben gestuurd, die ze hebben gezegd. Van ja, uh, van, uh, van, van echt uh, props dat je, dat je zo ver hebt geschopt. Ah. Ja, kijk, ik denk dat het een combinatie is tussen weten wat je wil. En uh, natuurlijk hoe je waar ben je opgegroeid en wat krijg je mee. En ik denk het gedeelte. Um, Waar ben je opgegroeid en daaruit komen, dat moet je helemaal zelf doen. Mm -hmm. <laughs> Want dat is natuurlijk in een familie. Ik, ik, ook een Turkse familie. En iedereen denkt wel van oké, okay, hoe spannend. Dus je moet er echt vol voor gaan. Uh, wil je het gewoon lukken? En dat je familie denkt. Oh, tof. Hè, het, is, het is hem gelukt. Maar aan de andere kant qua educatie. Is het ook weer mijn verantwoordelijkheid. Of tenminste, zo voel ik dat. Dat ik wel denk, ik kan die mensen wel laten zien dat het mogelijk is. En dat je dat er. Dat er ook voor mensen natuurlijk met een migratieachtergrond genoeg mogelijkheden zijn om je te ontwikkelen in theater of in film. Of, ja. um, dus dat, dat kan ik wel, zeg maar, bieden. Ah, goed dat je dat zegt, want je bent begonnen als uh, een jongen met ambitie, uiteindelijk uh, acteur geworden. En toen dacht je van, nou, ik wil me verder ontwikkelen. En uh, toen dacht je van, nou, ik wil meer. En je bent een filmregisseur geworden. Ja, en volgens mij, heb je ook een verrassing voor ons of niet? Ja, ik heb, um, ik heb een korte film Attila heb ik gemaakt. En um, dat is ook vanuit, ik heb heel veel subsidies uh, uh, aangevraagd. En soms lukte het niet, soms wel. Alleen bij twee, Gemeente Amsterdam en het AFK-fonds, die zeiden ja, tof idee. En toen, met een klein budget weliswaar, hebben we, heb ik mijn eerste korte film geregisseerd. Mm. En het is wel leuk om te vertellen voordat we gaan kijken. Um, toen ik 15 jaar was. Toen heb ik auditie gedaan bij de theatergroep uh, Ras. Nu heet het de Gasten. En dat was mijn gelukkigste dag van mijn hele leven. Want ik werd aangenomen en ik wist zeker, dit ga ik mijn hele leven lang doen. Ik heb het gevonden. En sindsdien heb ik het nooit losgelaten. En nu, toen ik daar op de set stond uh, als regisseur achter de camera, toen dacht ik, en nu is er iets anders geboren. Nu sta ik weer aan het begin toen ik, toen ik 15 was. Um, ik ga hetzelfde meemaken, zeg maar, die ontwikkeling. Dus ik weet nu ook 100% zeker, ik ga dit nooit, maar dan ook nooit loslaten. En dus nu is de korte film um, Attila en is ook geselecteerd op het Shortcuts Festival in Amsterdam. En, um, en het is gewoon een persoonlijk verhaal ook tussen vader en zoon. Um, niet helemaal autobiografisch, maar het heeft wel elementen. Volgens mij hebben wij een premier of niet. Volgens mij is het de eerste. Ja, nee, het is omdat jullie maken zo'n tof programma. Ik dacht, ik, 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 ik gun jullie dit ook Ach, heel nice. erg. Nou, ik ben benieuwd. Voor ongeveer hetste. Ja, laten we kijken. Je vader heeft mij ook gebeld. Wat als hij het hoort van iemand anders? Wat moet ik tegen hem zeggen? Wat je wil. Het is wel iets moois, hè? Man. Het maakt me zeker niet nieuwsgierig. Maar ja. waar, waar, welk, welk gevoel um, wil je, um, je opwekken? Want ik krijg natuurlijk wel een gevoel van als ik dit nu, mm -hmm. nu, nu, nu zie. Weet je? Ik zie een beetje film uh, die, die qua, qua film nou, Ik vind het zelf ook wel tof om te, om te filmen. Mm -hmm. Wordt wel gelijk getrokken door het. Weet je? Ja. Sowieso al de tint die erop zit. Weet je? Ja, 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 ja. Zo van het grijze dus voelt een beetje zoals, uh, alsof het is Scandinavië Maar ja. toch word ik naar het midden. Ik word een beetje verscheurd. Omdat ik denk: oh, wat is oh, wat dit? Tof dat je. Hmm. Ja, goeie kijk. Um, ja, Zeker het gevoel wat ik eigenlijk wil overbrengen. Uh, ik heb ook, ook gekozen voor hele vaste shots, dat, dat, dat het karakter eruit kan springen. En um, ook qua, ja, qua regie, dat het ook dynamisch is naar het verleden, of tenminste dat zie je in de korte film. Het is dus ook veel, heel veel handheld en dat betekent dus op de schouder, weet je wel. En, um, maar wat het allerbelangrijkste is, is eigenlijk gewoon de twee strijd tussen. Want deze jongen die wordt zelfvader. En um, dus hij twijfelt, gaat hij het vertellen, uh, gaat hij aan zijn eigen vader vertellen um, of hij dat hij zelf een vader wordt? Alleen uh, het verleden die houdt hem daarin tegen, dus de pijn en uh, dus de band tussen die twee. Dus de vraag is, ja, gaat hij hem in zijn leven toelaten, ja of nee? Ja. Ja. En, uh, Trouwens, ook ja. echt, uh, je shots die je hebt gestuurd van uh, de making of ziet er ook echt goed uit. Ja, echt waar. daar ben ik wel heel blij mee. Ja. En wat, Waar en wanneer kun je dit verwachten? Um, nou, dat is ook wel aan de ene kant jammer. Het is geselecteerd op een Shortcuts Festival. Die zou 14 april zou die, uh, vertoond worden. Alleen dat is nu verschoven. En ik weet niet naar wanneer. En um, er zijn nog ook een aantal andere festivals geselecteerd. Maar eerst wil ik alle festivals langs. En uh, uiteindelijk heb ik ook de mensen beloofd om het op uh, YouTube te droppen op mijn kanaal. Uh, Alkantubis, Zodat echt iedereen het kan zien uiteindelijk. Ja. Ja. Het is wel een hele andere kant van jou. Want dan ja. zie ik bijvoorbeeld uh, in een, een auto dat jullie bellen <laughs> naar de uh, uh, Afrikaanse accent om. Uh, voor, en, dan, en dan dit, het is ja. dus, zeg maar iets heel, heel anders. Je wil wel ja. echt laten zien. Nou ja, en, en ik, ik, ik hoop dat mensen ook zien. In alles zit wel een soort van kern. Kijk, mm. Het is alle, alle kanten van mij. Um, maar wat je vooral in de media krijgt, is. Uh, dat merk ik ook bijvoorbeeld met berichtgevingen. Dan ben ik een maand bezig met sport. Dan denk ik: zo, Oh ja, Alkan is die fitte jongen. Hij moeten we met dit soort berichten, persberichten, uitbrengen. En dan doe ik weer een film en dan denk ik: zo, Huh? Oh ja, laten we daar even mee wachten. Want we hebben net besloten dat het die fitte jongen is. Mm. Maar dat vind ik heel leuk. Omdat ja, ik ben niet in een hokje te plaatsen. <laughs> Tenminste, <laughs> mensen willen het heel graag doen. Ja. Maar ja, ik ben ook. Ik ben alles. Je kan alles zijn. Maar het is niet zo. Even zei net al van dat je mensen zeggen van oké, okay, uh, hij heeft het wel gemaakt en zo. Ja. Ik had eerder een interview met ook, een collega met jou, Britt ja, ja. En uh, wat ik ook super aardige dame vond, uh, trouwens. En zij zei ook van. Weet je, heel veel mensen zien aan de buitenkant niet van... oké, okay, ik speel dan nu wel in goede tijden. Ja. Maar dit heb je allemaal niet gezien, ja, zeg maar, ja, 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 voordat ik er kwam. En dat haar moeder en vader ook met haar vanaf het twaalfde al uh, ja. audities de reden, zeg maar. Wat zijn dingen die mensen echt niet zien, dat ze, die, die, die ze niet weten? Behalve dat je, weet je, je maakt succesvol filmpjes, je ja. goede tijden. Wat ja. zien ze niet? Nou ja, ik denk deze film, dat veel mensen ook denken van... wow, uh, dit had ik echt niet verwacht, denk ik. Um, maar dit is wel zeg maar mijn toekomst. Als je het hebt over wat mensen nu zien, dus is 80%. Mm -hmm. Wat mensen nu van mij zien, is, is niet wat ik in de toekomst zal gaan doen. Ik bedoel, kijk, ik begrijp me niet verkeerd, die filmpjes. Ik kijk ze zelf ook altijd terug. Ik vind het ook hilarisch. Maar uh, het is niet wat ik mijn hele leven lang wil blijven doen. Um, ja, ik heb altijd in me dat ik de drie P's ook hanteer. Dus uh, dat is, uh, is het poen, is het plezier of prestige? En twee van de drie moet, moet mm. gewoon erin zitten, anders doe ik het niet. Tegeltjeswijsheid. Ja, ja. De drie P's. En dat doe ik, ja, en dat doe ik altijd. En ik bedoel, dit is, ja, dit verdient nog niks, maar uh, uh, ja, prestige en, en plezier heb ik nu het meeste met ook filmmaken. Ja. Dus daarmee zal ik doorgaan. En dat is wat mensen dus nu de komende tijd wel gaan zien van mij, denk ik. Ja, ja, dat is wat op de achtergrond gewoon door blijft gaan. In je hoofd waarschijnlijk van: oké, okay, ja. dit is nu bezig, dit is aan de buitenkant wat doorgaat, maar ja. je bent nog aan het bouwen. Ja, precies. Ja. Uh. Ja. Um, wat heb jij eigenlijk nodig voor de komende tijd om uh, zeg maar aan de DPs te komen? Je hebt net uh, eigenlijk festivals gezegd, uh, maar als ik nu jou een beetje jouw verhaal hoor. Um, je doet daarnaast ook uh, influencing video's op uh, YouTube met uh, de prankcalls. Ja. We hadden dan gisteren elkaar een lijn en toen dacht ik: van, Is het een prank call? <laughs> <laughs> maar um, nee, um, je hebt zoveel potentie. En ik denk dat, uh, dat, dat, dat toen ik ook jouw leeftijd had, was ik ook van honderd uh, dingen tegelijk aan het doen. En ja. wat wil ik nou echt? En uh, volgens mij heb je je missie nu al van: Oké, okay, over 10, 20 jaar, ja. hier sta ik. Waar sta je dan en wat heb je daarvoor nodig? Um, dat is echt een hele goede net ook met uh, Nicoline. Ja. Um, zij inspireerde me ook nu net gewoon zo erg dat ik dacht, ja het is, het is nodig om terug, uh, terug te gaan naar je basis en naar je, naar je primaire behoeftes qua, uh, qua ambities. En uh, over tien of twintig jaar, ik denk dat ik um, sowieso wel een serie en films wil willen hebben gemaakt en een, uh, het liefst ook een productiehuis. Um, waarin ik films en series kan produceren. En, um, en dat gaat ook gebeuren. <laughs> en wat ik daarvan nodig heb, ja, is denk ik veel, veel rust en veel terug naar mijn intrinsieke kracht en naar dit soort verhalen. Waarom wil je iets vertellen? Um, en dat is denk ik altijd waar ik naar terug moet, en dat dat mijn behoefte zal blijven om iets moois te maken. Oké. Okay. En wat was het kantelpunt van jouw leven waar jij eigenlijk nu voor staat? Er is waarschijnlijk iets in het verleden gebeurd waar ja. je dacht. Eh, niet alleen die Instagram foto die we eigenlijk wilden delen van dat je filmstelbaar worden. Ja. Maar je hebt zo'n uh, piekmoment gehad in je ja. leven van oké, okay, dit is het. Dit is mijn missie. Wanneer was dat eigenlijk? Um, ik was mijn neef, um, die, die speelde ook theater. En um, ja, ik was toen dus 14 jaar en ik zag een theaterstuk. En ik was nog nooit naar het theater gegaan. En ik kende het ook helemaal niet. En ik zag hem daar spelen. En uh, mijn moeder zat naast me. En ik voelde zo erg dat ik dit wilde. Alleen ik durfde het niet te zeggen. Dus ik heb het heel lang ook echt verzwegen. Maar ook al veel eerder hoor. Ik was elf en ik heb het verzwegen. Hmm. Want ik dacht, ja nee dat kan niet. Maar elke keer bij mijn familie wilde ik grappig doen. En dan lukte het me. Dacht ik oké, okay, maar ik ga hier niks mee doen. Maar, um, en toen uh, zei hij van ja, er zijn audities. En toen dat jaar heb ik volgens mij niet meegedaan, maar een jaar daarop heb ik meegedaan. En dus op die dag van de audities, toen wist ik het zeker. Toen dacht ik: Dit is. Uh, nu kan niemand, ja, echt, nu kan niemand mij meer stoppen. En gewoon mm -hmm. die vertrouwen in mezelf gevonden. Ja, dus nogmaals, dat was mijn gelukkigste dag uh, tot nu toe. Ik ben nog niet getrouwd, dus ik kan dat nog zeggen. Ja. <laughs> dat geldt alleen voor hem nog, kort? Nee, maar echt, dit is ook gewoon echt volgens mij ook wat, wat, wat de mensen op Instagram uh, hadden gevraagd. Van, nou, als zij, als jullie hierin herkennen van oké, okay, uh, ik ben uh, leuk, enthousiast en ik kan mijn omgeving uh, vermaken. En ik voel een roeping om, doe dan audities. En herken jezelf ook in uh, de verhaal van Alkan. En uh, wie weet uh, word jij de volgende filmster. Ik ben benieuwd altijd van wat, wat het verschil maakt, want wij ik, ik werk dan ook op school K de FAM ken je wel hè? de ja, opleiding ja, ja. ook zeg maar. Wat is nou het verschil denk je? Is dat alleen maar geluk mm -hmm. dat sommige uh, komen wel. Nou ja weet je je hebt een collega bij de school die komt daar dan ook vandaan, maar ook heel veel anderen niet. Ik ken ook een leerling van mij ja. die wilde presentator worden, heeft ook een hele opleiding gedaan, die is nu gaan zingen. Dat ik denk van ja wat ga je doen weet je? Ja, ja. waarschijnlijk. Ik zeg maar, waar, apart, ja. waar ligt het aan, denk ik? Nou ja, omdat ik het zo moeilijk vind om over anderen na te denken. Maar ik kan alleen zeggen hoe het voor mij is. Ik voelde gewoon diep van binnen um, dat ik dit wilde gaan doen. En ik denk dat het niet uitmaakt of ik. Want ik bedoel, acht jaar geleden deed ik ook wat ik wilde doen. Alleen toen was ik misschien niet zo bekend als nu. Maar ik voelde diep van binnen: dit is wat ik ga doen. En ik, ik, was, ja, ik was het al. En. Nu wordt het misschien gezien als succesvol. Ja, nu kan je ook bespreken wat is succesvol. Maar ik, ik deed het al en ik voelde diep van binnen: dit is wat ik ben en wat ik doe. En tuurlijk geluk, ja, ja, dat moet je wel een beetje hebben. Ja. ja. Toch? Wil je ook bekend worden? Nee. nee. Ook bekend worden van. Nee. Als, als je zo van, van die berichtjes over die vrouw hoort, dus ja, dat is wat ik wilde, weet je? Ja. dat is waar ik het voor doe, zeg maar. Nee, ik denk ook het bekend worden niet zo, maar um, wel het natuurlijk het gezien worden in die zin in wat je doet. Ik bedoel als ik zo'n film maak en drie mensen zien het, kan ik denken ja uh, tof, maar uh, dat ik het dus op erkenning YouTube erkenning en waardering die je ja, krijgt ik van je talenten. Het, ja. En ja. ook dat mensen het dan waarderen van oh ik heb dit eruit gehaald of wat mooi. Ja, um, ja daar doe je het dan toch wel voor. Wauw. Ja. En zijn er ook uh, dus wat me net even is opgekomen, Um, je laat de mooie dingen zien, et cetera, je bent uh, je je, 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 je bent overal aan het stralen het het gaat om uh, diverse je uh, en programma's. Maar... Is er ook een keerzijde van wat, wat de kijkers niet zien? Van vecht heel veel werk, uh, audities kosten heel veel tijd. Uh, zijn er ook tegenslagen? Uh... Ben je superrijk? Ja. Ben je, oh, je superrijk? Ja. Nee, oh, ja, ja, ja. ja, zeker. Dan wil ik het absoluut uh, beantwoorden. Um, kijk, in de aflevering van Friends hoorde ik je krijgt 1 miljoen euro per aflevering. Ja, ja. En het laatste drie seizoenen was dat volgens mij. <laughs> ja. Ja. Oh ja. Oh, ja. Oh, ja. ja. Drie seizoenen? Ja. Ja. Nee, maar mensen, uh, het is sowieso als je in Nederland als acteur is, het is gewoon, je moet het sowieso echt geloof me niet voor het geld doen. En uh, want als je ook acteur bent, dan wil je ook in Amsterdam wonen. Mm. En uh, omdat alles dichtbij is, en dan is het duur. En uiteindelijk kom je toch weer, um, soort van break even. Maar um, uh, en wat was nog meer je vraag? Uh, zijn vraag was, uh, word je rijk? <laughs> ja, precies. Nee. <laughs> Mij nog iets, ja. En um, um, ja, de, de, de inspanning, de werk, cetera, ja. is, is alles een roze geur maanschijn. Uh... Nou ja, ik, ik, ik heb altijd, denk ik, van de honderd castings en audities, lukken er vier, echt serieus. Mm. Dus uh, dat is in het begin denk je echt, nou ja, het lukt me niet, het lukt me niet. En, uh, en die heet het ook jezelf aanpassen aan een auditie, terwijl je het zo wilt doen. En dat, je komt in allerlei fases, maar op een gegeven moment is het gewoon, dit is wat ik wil laten zien. En, uh, Take it or leave it. En het is natuurlijk, het is, het is super zwaar. En daarom, je kan het ook niet doen als je, als je er niet voor leeft. En um, dat is waardoor veel mensen misschien ook afhaken, want soms heb je ook zes maanden geen werk. En um, ja. ja, dus die basis denk ik, daar moet je aan werken. Hm. Ja. Is er iets wat, wat ik ook altijd denk van, als je dan iets zoekt of iets wordt je aangeboden, gaat dan altijd van oh, je bent van Turkse afkomst en die, die rol ja. past bij jou. Is het iets waar je ook uit wil opbreken of ben je ook op zoek naar andere dingen? Hoe ga je daarmee om? Dat je niet wordt gestereotypeerd, zeg ja. maar uiteindelijk. Nou, ja, Ik denk dat het ook de instelling van jezelf is. Want uh, ik bedoel, ik denk dat castingbureaus nu wel weten dat ze me niet meer moeten bellen voor pizzabezorger. Mm. Of uh, ja, heel simpel, tassistief. Maar dat is zo. <laughs> maar nu lachen we erom. Ja, maar ik bedoel, ja. vijf jaar terug dat was, was absurd, dat wel ja. het geval. En nu is het wel veranderd. Omdat mm -hmm. mensen met een migratieachtergrond acteurs gewoon nu echt nee zeggen. En nu word je ook gewoon gecast voor een rechercheur. Of, um, en dat het niet per se over je achtergrond gaat. Niet een rechercheur met een Turks achtergrond, dus hij zal wel problemen hebben. Dus we gaan dat lijntje uitdiepen. Um, maar zou je dan uiteindelijk wel, als je een mooie rol krijgt uh, voor de volgende seizoen van Mafia, dat je een kartelbaas bent, zou je dat dan wel willen doen? Um, tuurlijk. Kijk, het ligt eraan um, ja, hoe het is geschreven en wat de insteek is. En ik denk ook de schrijvers van Mocromafia, die zijn ook met een migratieachtergrond. En ik denk dat dat gewoon ook wel helpt. Um, ik bedoel, no offense naar de uh, witte, witte schrijver. En die zal het ook zeker wel begrijpen. Maar het is toch wel een stukje, stukje herkenning. En um, in het script dat je het ziet van, oh ja, want ze hebben echt gedacht aan details. En dat maakt dat ik denk, ja, nu wil ik het wel spelen. Heb je, heb je een personage die je nu ziet in films, of als ik dat niveau bereik? Dan, dan, dan ben ik, als ik dat ooit zou kunnen spelen, of, of, dan, dan zeg ik oké, okay, dat is echt mijn, mijn doel. Mm. Heb je heb je vergelijking dat je zegt, dit is nou de top? Even kijken, ja, of of die, die rol echt. zou ik nog echt willen doen, als ik zo'n rol zou kunnen krijgen? Um, <coughs> ja, moeilijk, weet ik, weet ik nu zo even niet. Maar ik, ik, ik denk gewoon vanuit het script en als het me interesseert, dan. Zou je alles ik, kunnen spelen? Uh, ja. ja? Ja, in principe wel. Ja. Dus dan heb je in, in principe de grappige kant, maar ook een hele emo-personage ja. ook wel. De, een donkere kant. Ja, ik denk de, dat ik nu duister. na Goede Tijden een duistere kant, uh, dat ik zo'n rol ook wel... Uh, want ik heb ook, ik heb ook wel een maffia gespeeld in Smeris, mm -hmm. in seizoen 3. En uh, ja, dat was gewoon echt een bad guy. En daar uh, had ik ook allemaal littekens en zo. En dat vond ik ook heel tof. En daarna kwam uh, Goede Tijden echt een arts, heel lief. Ja. En uh, ja, dus daar, daar leef ik ook wel voor. Gewoon die twee. Dat mensen ook denken van, hé, maar jij was toch, hey, was jij die ook? Oh, maar je bent ook in die auto, maar je bent ook een... En die verwarring... Maar, volgens mij ja, kunnen mensen het... uiteindelijk wel accepteren van, oké, okay, die gast kan alles. <laughs> ja, ja, nee, toch? nee, nee, niet De acteurs, die kunnen alles toch? Ik denk dat het ook al, al een beetje de Benicio Del Toro is in de actiewereld. <laughs> Want die, die, die gast, die is en intellectueel, die is ook een regisseur. En die kan ook echt meerdere rollen spelen. Ja. Uh, ik, ik vond hem bij Snatch gewoon echt, echt uh, super geweldig. Maar hij was ook bij de laatste... Uh, de Avengers volgens mij ook bij Superhelden. Die, die gasten gaan in alle rollen spelen. Dus ik ja. zie jou ook wel dat oh, gaan I doen think, op zo'n niveau. Ja. Dat denk je wel. Dus dan kunnen we in de volgende interview... dan hebben we in ieder geval misschien uh, in, en meer uh, rollen gezien... en ook een, een, een langere film van jou kunnen we verwachten. Zeker. Ik ben uh, momenteel heel druk aan het schrijven. En um, ja, dat wordt heel gaaf. Okay. Ja. Maar wat ik ook misschien zou willen zien ooit... want uh, ik weet niet of jij uh, Macy Yassine kent... Uh, hij is uh, de eerste Nederlandse docent... die ook zijn eigen film registreert. Een onderwijsfilm maakt met studenten en leerlingen. Oh, wat en Dwight van, van de Vijver die heeft altijd een rol. Misschien kan uh, Alkan ook een keer uh, ja, ja, ja. een klein rol ja, spelen. Ik, ik, ik kan wel laten zien. Voorzichtig ga ik laten zien wat hij ervan vindt. Ja. Als je ooit twee slechte acteurs zoekt, wij zijn ook. <laughs> <laughs> <Of, of, of. lacht> ja. Alkan, bedankt voor het delen. Tuurlijk. Ja. Uh, voor jouw verhaal. We wensen jou veel succes. Uh, we, we lachen om je... En maar tegelijkertijd zijn we ook trots op wat je, ja. wat je doet. Dank dan well. je wel. wens je heel de veel succes. En we hebben graag een keer uh, terug. We houden wel contact en ons support heb je in ieder geval. Ah, maar. Thanks. thanks, man. Dank je ja. voor de invite. Bedankt allemaal voor het kijken naar deze aflevering. Uh, vanuit Pakhuizen Zwijger, uh, ik was Siazin Lali, uh, Amy en Kesezi en Alkan. De enige echte was vandaag in de studio. Bedankt voor het kijken. <tied>